Er is een kabinet in de maak dat het steeds weer heeft over massa-immigratie uit moslimlanden en over de zogenaamde islamisering van de Europese cultuur. Waar komt de angst voor de islam eigenlijk vandaan? En moet de westerse cultuur inderdaad worden beschermd tegen de invloed van moslims? Het idee dat de islam en het Westen tegen elkaar botsen is uiteindelijk gebaseerd op een theorie van een Amerikaanse wetenschapper, professor Samuel Huntington, die in een tijdschrift een tekst publiceerde met als titel The Clash of Civilizations. Een tekst met grote gevolgen in de wereld en zeker nu ook in Nederland. Over Huntington's Clash of Civilizations, de botsing der beschavingen dus, praat ik met Johan Goudsblom, die als geen ander onderzoek deed naar beschavingen en hoe die zich ontwikkelen, de historicus Arend-Jan Boekestein en de filosoof Pieter Pekelharing. Ik zei het al, Huntington, zijn stuk verscheen in het mei-juni-nummer van Foreign Affairs in 1993 in een oplage van 200.000 stuks. Baarde dat artikel toen al zoveel opzien? Ik geloof wel. Ik geloof dat de reactie meteen één was van een gevoel van herkenning. En hij deed het ook heel knap, want hij probeerde te laten zien dat aan de hand van de burgeroorlog in Bosnië, dat de burgeroorlog in Bosnië een hele andere burgeroorlog was geweest als Spanje. En hij zei, kijk, die Spaanse burgeroorlog van de jaren 30, dat was een ideologisch conflict. Uh-huh. En de burgeroorlog in Bosnië, dat is een civilisatieconflict, een beschavingsconflict. Ja, laten we even naar hemzelf luisteren. Ja. There's going to be a lot of blood shed around the world. There is a lot of blood being shed around the world. Many places, much worse than is occurring in Bosnia. One only has to think of Rwanda and many other, the Sudan and several other places in Africa as well as in Asia where there are vicious and bloody conflicts going on. And I think the fact of the matter is there's no way in which most of these conflicts are going to be stopped. The world is certainly becoming regionalized in a way in which it was not during the Cold War. Because during the Cold War, when you had the world essentially divided into the free world, the communist bloc, and the third world, the superpowers and their allies were engaged in a global struggle which made almost every part of the world important to them. The clash of civilizations, in some sense, goes on not only between societies, but also within societies. And certainly one of the major issues which is coming to the fore in both Europe and the United States is the issue of immigration and the feelings that people have, particularly in circumstances of an economic downturn, and here economics does play a role, concerning immigrant groups, particularly immigrant groups of a different ethnicity, race and religion. Klinkt verrassend actueel. Ja, nou ja, kijk, wat hij probeerde te zeggen was dat het Westen zich altijd voor had gestaan op haar universalistische idealen. En ja, het gevoel had dat die universalistische idealen over de rest van de wereld verbreid moesten worden. En waar hij zich zorgen over maakte was dat dat universalisme niet het cement kon vormen van een samenleving. Mm. En in feite gaat het boek niet zozeer over de Clash of Civilizations. Het gaat vooral over de Verenigde Staten. Ja. En, ja, ik ga rustig verder. Nou ja, zijn zorg over de Verenigde Staten is vooral dat de Verenigde Staten een decadent land zouden worden, wat erg gefragmenteerd zou raken. Uh-huh. En die innerlijke verdeeldheid, dat maakte Biden hem enorm zorgen. En zeg maar ook die opkomst van die consumentistische cultuur. Ja. En de manier waarop Amerika ook geen land was waar de productie huisde, maar waar vooral de consumptie het overwicht had. Daar maakte hij zich zorgen over. En het leek er bijna op alsof hij in de islam eindelijk een formidabele vijand had gevonden. Die vijand genoeg was om ervoor te kunnen zorgen dat Amerika weer een eenheid zou vormen. En dat die fragmentatie en die decadentie die Amerika eigen was. Ging het echt om Amerika? Of ging het om het Westen? Zeker, dat is een belangrijk deel van het boek. Maar dat had ook een heel duidelijke mondiale toepassing. Hè? Huntington was absoluut sprak zich uit tegen de gedachte dat je dus democratie kon exporteren. Want als je namelijk meent dat dus beschavingen cultureel en historisch gegroeid zijn, dan kan dat niet zomaar makkelijk samensmelten. En eerlijk gezegd, en dat vind ik ook wel zo leuk van dit programma,
Kijk nou eens naar wat er in Afghanistan gebeurd is. Daar hebben ze geprobeerd de democratie te brengen. Ik geloof dat we het vrij snel over eens kunnen zijn dat dat niet een heel groot succes is geworden. Mm-hmm. Of de Soedan die hij noemde, dat is een land waar ik zelf veel geweest ben. En daar is ook prachtig, hè? We proberen dat het zuiden een beetje te redden. Maar dat gaat helemaal mis tussen het islamitische noorden en het christelijke zuiden. Dat is ook weer iets anders om te zeggen dat het Westen, omdat de westerse democratie er bestaat, dat het Westen ook wel superieur is. Dat is natuurlijk wel een... Laten we even kijken naar hoe Bolkestein al in 1991 erop inging. Na een lange geschiedenis met tal van zwarte bladzijden hebben rationalisme, humanisme en christendom een aantal fundamentele politieke beginselen voortgebracht. Zoals de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting, de verdraagzaamheid en de non-discriminatie. Het liberalisme claimt universele geldigheid en waarde voor deze beginselen. Dit betekent dat volgens het liberalisme een beschaving die deze beginselen in ere houdt, hoger staat dan een beschaving die dat niet doet. Hoe is het met deze waarden in de wereld van de islam gesteld? Nou, het antwoord daarop weten we wel, maar wat er hier gebeurde, meneer Goosblom, is dat er sprake was van een soort westers universalisme. Ja, kijk, als ik dat citaat van Bolkestein zie, dan denk ik, die man doet net als Huntington, alsof er culturele gegevenheden zijn die onveranderlijk zijn. Hè, ja. Er is een westerse beschaving. En er is een islamitische beschaving, er is een hindoe, en er zijn nog wat. Er zijn er totaal 7 of 8, daar is het niet helemaal duidelijk over. Nou, soms zegt hij 8, maar dat doet er verder niet toe. Maar het idee dat naar voren wordt gebracht is, ja, statische gegeven eenheden die kennelijk onveranderlijk zijn en die met elkaar in contact gebracht alleen maar kunnen botsen. Ja. En dat is helemaal in strijd met de historische werkelijkheid. Elk van die verschillende beschavingen, tussen aanhalingstekens, want je moet heel erg voorzichtig zijn met het gebruiken van het woord. Mm-hmm. Maar elk daarvan is het product van een lange historische ontwikkeling. En die historische ontwikkeling is nergens ook maar dichtbij zijn voltooiing. Als je bijvoorbeeld bij Bolkestein leest, de scheiding van kerk en staat. En dan denk je, nou, dan zijn er kennelijk in al die westerse landen geen godsdienstig gebaseerde politieke partijen meer. Want kerk en staat zijn gescheiden. Ja. Nou, we hebben een koningin bij de gratie gods. Al die dingen zijn gradueel. Dat bevindt zich allemaal in processen, in historische processen. U heeft natuurlijk volkomen gelijk dat culturen niet statisch zijn. Maar ik wil toch graag Bolkestein ook wel verdedigen. Als je nou laten we eens een theologische verklaring, dat gebeurt eigenlijk bijna nooit, maar theologie is ook een onderdeel van de werkelijkheid. Hè? Als je naar de Bijbel kijkt, dan is er op theologische gronden is er ruimte voor de scheiding van kerk en staat. Namelijk, geeft de keizer wat des keizers is, betekent dat er kennelijk iemand is die je belasting moet geven. In de Koran is het zo, er is eigenlijk geen kerk. De islam doordringt alle maatschappelijke sferen. Ja, maar dat heb je het probleem. Het boeddhisme heeft ook geen last van een scheiding tussen kerk en staat. Nee, kijk eens, maar weet je, het is ook zo vervelend. Ik bedoel, als je zo naar zo'n fundamentele tekst als de Bijbel toe gaat, is het wel heel vreemd. Dat als die Bijbel die ruimte laat. Bij een andere fundamentele tekst blijven. Ik wilde bij Huntington blijven. Is het niet opvallend dat Huntington eigenlijk ook wel zegt dat al die beschavingen gelijkwaardig zijn en daarom botsen? Nee, hij ontkent dat een godsdienst als de islam hetzelfde potentieel heeft voor universalisme dat het christendom kennelijk heeft. Ja. Want het christendom is niet. Ja, dat is natuurlijk. Maar dat is elke godsdienst pretendeert universeel te zijn. Ja. Daar begint het mee. Maar dan kennen wij tegenwoordig aan het begrip universeel een betekenis toe die anders is. Want anders dan zou je 6 of 7 verschillende universele godsdiensten hebben. Dat kan ook weer niet. Ja. Dus één is meer universeel dan de andere. Wat betekent dat? De een is meer universeel dan de ander? Ja, precies. Nou, al het simpele feit dat ik zeg meer universeel, ik ben die uitdrukking in dit boek nergens tegengekomen. Het is universeel of het is niet universeel. Ja. En universeel is westers. Kijk, zo zien de blokken van de wereld eruit. Het lijkt hier alsof je hebt een aantal culturen, civilisaties, godsdiensten, en die zijn al dus over de wereld verspreid. En er zijn scheidslijnen. En rond die scheidslijnen woeden conflicten. Soms zijn er natiestaten die op zo'n scheidslijn liggen. Zijn duidelijkste voorbeeld is Turkije. En daar gaat het dan ook helemaal mis. Zodra het je mengt, gaat het mis. Ja. Ja. Het rare is, als je het hebt over zo'n boek als dat van Huntington, dat je bijna gedwongen wordt om er in kritische termen over te spreken. Ik heb wel een waardering voor die man. Het is vaak attenderend, het is vaak heel intelligent.
prachtige one-liners, die ik hier zo kunt citeren. Maar het is au fond misleidend, het hele boek, vind ik. Om de wereld zo neer te zetten. Ja. Ja. Maar een belangrijke vraag ook is dat de vraag of Huntington's verhaal een voorspellende waarde had, of dat het waar is gaan worden, omdat politici handelden volgens de theorie van de Clash of Civilizations. Er zit een element van een zichzelf waarmakende voorspellingen. Ja. Dus in die zin heeft het boek bijgedragen aan een ontwikkeling waarin die als het ware het boek ook lijkt te bevestigen. Ja. Maar het boek heeft daar zelf een rol in gespeeld. Ja, ja, laten we daar wel een beeld van. Maart 2003. It concludes that Iraq has chemical and biological weapons. That Saddam has continued to produce them. That he has existing and active military plans for the use of chemical and biological weapons. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Hoe is dat historisch gegaan? Je kunt zeggen dat Huntington's theorie een slapend bestaan leed. 1993 gepresenteerd in het tijdschrift, 1996 werd er een boek. Verder niet veel aan de hand, tot 11 september. Nou, belangrijk is, en dat zei professor Goudsblom ook, van Bernard Lewis was dus daarvoor. Ja. En Bernard Lewis kwam dus veel bij de neocons over de vloer en beschreef ook dat in het Midden-Oosten zich staten bevinden die dysfunctioneel aan het worden zijn. Met een geweldige werkloosheid, met een geweldige demografische explosie, waar Huntington natuurlijk ook over spreekt. En de enige manier om dat in goede banen te zou leiden, was datgene doen wat in het Midden-Oosten nog nooit gebeurd was. Dus ze hebben dus alles geprobeerd. Socialisme hebben ze geprobeerd. Ze hebben een vorm van dictatoriaal bestuur gehad. Maar dat was dan dus democratisering. Daar was Bernard Lewis wel een wat optimistischer over dan Huntington. Daar maakte het natuurlijk ook interessant. Want hij was dus tegen die gedachte dat je in een andere culturele kring zomaar een westerse cultuurproduct zou kunnen brengen. De oorlog tegen Irak was een oorlog, zoals je dat zo prachtig zegt, hè? Van mislukte staten. Ja. En ik wil, mislukte staten zijn niet het eigendom van de islam. Mislukte staten komen in veel meer gebieden voor dan waar de islam heerst. Mexico dreigt op het ogenblik een mislukkende staat te worden. Ja. Onder andere dus door de opkomst van internationale misdaad en door transnationale misdaadorganisaties, door drugskartels enzovoort. Dus ik bedoel, dat deze wereld in veel opzichten de beschaving bedreigt, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat is niet een clash van beschavingen, maar dat is een clash van de beschaving tegen de barbarij. En de barbarij, dat zijn meestal. Maar ik heb niet het gevoel dat Bush en Blair bezig waren aan oorlog te voeren tegen barbarij in het algemeen. Nee, maar wel tegen de islam. En de islam was altijd voortdurend de achtergrond. En ik ben het ook er helemaal mee eens. Dat natuurlijk de simpelheid waarmee je dus denken dat je dat je de democratie exporteren kan, daar zijn we wel van teruggekomen. Ja. Want zo makkelijk te exporteren is dat dus gewoon niet. Ja. Maar mijn stelling dat dit gebruikt kan worden, deze gedachte gebruikt kan worden om oorlog te voeren, is dat de onjuiste? Nee, helemaal niet. Maar het curieuze is trouwens dat in de Eerste Wereldoorlog, wat wij dan Wereldoorlog noemen, daar was het begrip civilisatie ook een van de leuzen. En het woord cultuur, de Duitsers vochten voor de cultuur. En de Amerikanen en de Fransen en de Engelsen die vochten voor civilization, voor la civilisation. Dus het is al veel en veel ouder dan de tijd van na 9-11. Ja. Maar Bush die definieerde ook onmiddellijk 9-11 als een attack on civilization. Ja. Ja, dat was een van de allereerste formules die ervoor gebruikt werd. Ja. Maar hoe komt het nou dat als hij de wereld had verdeeld in zoveel verschillende beschavingen, dat het accent uiteindelijk toch komt op de twee beschavingen die eruit worden gehaald, de islam en het Westen. Daar is een hele praktische reden voor. En dat is twee dingen. Dat is ook leuk voor de discussie. Ik denk dat je de stelling kan verdedigen dat in de islamitische wereld toch hele ernstige problemen aan de gang zijn. Ik denk nu gewoon even aan een islamitische student, hè, die in een dysfunctionele samenleving leeft. Die ziet dat Saoedi's vorstenhuis compleet corrupt is. Er worden in het Midden-Oosten
net zoveel boeken gepubliceerd als alleen de kunstboeken in Spanje. Het is heel duidelijk, het zit vast. Hè? Dat blijkt ook uit de UNDP-rapportage. Dus wat je verder ook van de islam vindt, daar is daar wel wat aan de hand. En het tweede is, als je naar terrorisme nu kijkt, dan is dat wel in hoge mate nu, wordt dat door moslims gedaan. Hoe hangt dat samen met het feit dat het om de islam gaat? Is de islam de oorzaak van het feit dat die staten mislukken en dat er zo weinig boeken worden uitgegeven? Nou, ik denk dus dat, kijk, er zit zeker een stukje islam. Natuurlijk, je kunt altijd het element van cultuur erbij halen. Maar neem nou bijvoorbeeld iets, het zijn heel vaak oliestaten. Uh-huh. En het zijn staten die bovenop de olie zitten. En we weten heel goed dat staten die heel rijk zijn in mineralen, denk aan Zimbabwe, is dat dat staten zijn die potentieel genoeg, juist vanwege hun rijkdom, enorm vatbaar zijn voor corruptie. Dat betekent dus dat het heel moeilijk is om daar een betrouwbaar geweldsmonopolie op te bouwen, om ervoor te zorgen dat de strijdende groepen gepacificeerd worden. Dat is hartstikke, hartstikke moeilijk. En voor een deel gebeurt dat in het Midden-Oosten door staten die inderdaad wel een geweldsmonopolie hebben, maar dat dus heel erg misbruiken tegen de eigen bevolking. En die zitten gewoon bovenop hun dollars en bovenop hun olie. Het probleem is, mislukte staten zijn er ook buiten de islam. Ja, heel duidelijk. En daar is niet heftig oorlog tegen gevoerd nog. Hoe kan dat? Waarom was het juist de islam? Dat is waar. Nou, mag ik even iets anders? Ja? Want kijk, dat boek van Huntington, dat trekt heel erg de wat hij civilisaties noemt en de godsdiensten naar voren. En dat heeft tot effect onder andere dat andere fundamentele zaken die de mensheid op dit moment verdelen, die worden aan het gezicht onttrokken. Die verdwijnen naar de achtergrond. En de tegenstelling arm-rijk. Ja. Dat is zo'n evidente bron van conflict. En dan verder allerlei ecologische rampen die ons nu dreigen te overkomen, die ons gedeeltelijk al bezocht hebben, maar die nog zullen komen. Dat komt in dit boek allemaal niet aan de orde, doordat aan één stuk door die islam maar belicht wordt als de grote dreiging. Waarom doet Huntington dat? Doet hij dat werkelijk zo bewust? Hij lijkt te suggereren dat in een tijd waarin de ideologische conflicten voorbij is, religie het belangrijkste cement voor de gemeenschap is. Oké, dat begrijp ik. Maar waarom kiest hij juist de islam uit als het grote vijandbeeld bij de Clash of Civilizations? En niet bijvoorbeeld China, waar er ook een hele andere godsdienstige patronen bestaan, die economisch veel machtiger is en veel dreigender is. Dat is een heel goed punt dat je maakt. Dat is namelijk ook, China is namelijk ook in Huntingtoniaanse term ook een totaal andere beschaving dan de onze. Ja. Zijn voorspelling is ook, en dat maakt het boek ook zo leuk en zo fris en fruitig, hij voorspelt dus een islamitisch-Chinees bondgenootschap. Die belang hebben bij proliferatie, die belang hebben met grondstoffen. Dat zijn revisionistische mogelijkheden ook. Dat betekent dus dat Rusland uiteindelijk dus daar niet mee te maken heeft. En dat is een heel, vanuit machiavellistisch perspectief, is dat een heel zinvolle gedachte. Nu even over die vraag van de islam. Ik vind zelf wel dat er in de islam een aantal structurele problemen bestaan die ook leiden tot grote spanningen. Heel kort, er is dus echt een probleem met scheiding van kerk en staat. Er is geen seculier domein, want er is geen kerk en er is ook geen staat, maar een gerichtheid op de umma. De positie van de vrouw is moeilijk. Dat geldt ook voor het christendom. Maar bij het christendom is het grote voordeel dat een historische interpretatie van de Bijbel wat makkelijker is, omdat de evangelisten een iets andere versie hebben van het lijdensverhaal. Hè? Bij de Koran is alles gedicteerd via de arts in Al-Ghabi. Je kan er niets aan veranderen. Nou, dan ongelovigen en afvalligen. Dat zijn gewoon eerlijk gezegd zie ik dat soort dingen ook terugkomen in niet-islamitische landen. En de vraag is, laat ik het zo vragen. Zou het kunnen dat Huntington's theorie zo populair werd, omdat er binnen het christendom altijd al sinds de kruistochten problemen waren met de islam als grote oprukkende godsdienst die ooit bijna het christendom onder de voet liep. Ja, en er zijn eb- en vloedbewegingen geweest. Soms dan kwamen westerse troepen, want zo moet je de kruistocht eigenlijk ook wel noemen, die kwamen vrij ver in Azië en die veroverden Palestina. Ja. Maar vervolgens kregen de Spanjaarden te maken met invasies, of niet eens vervolgens gelijktijdig zelfs. Juist. Daar kregen te maken met invasies van moslimtroepen uit Noord-Afrika. Ja. Dus dat soort historische conflicten die liggen in het historisch geheugen ook van al en deze daar naties. Daar heeft hij een vorm voor gevonden.
Ja, hij heeft. Maar daar zijn ook argumenten voor. Want kijk nou eens naar de islamitische wereld. Hè. Die heeft natuurlijk in het begin heel belangrijk voor ons geweest. We kennen allemaal het verhaal over dat de bibliotheek van Alexandrijen natuurlijk in de brand stond. Maar het heeft ook een hele grote bloeitijd gehad in de 9e eeuw. Ja. Bij Averroes was dus de waarheid belangrijker dan de goddelijke openbaar in de 9e eeuw. Maar, nou komt het. Het is dus in de 10e en 11e eeuw is er een verstarring plaatsgevonden. En dan ga je nog verder, dan ga je naar de Osmaanse tijd. Dan is het af en toe onder een sultan is er een beetje verlichting. Maar het heeft zich niet echt tot een verlichting toe kunnen werken. Nou, dat moet je proberen te verklaren. En heel misschien is het wel zo dat er ook iets zit in de religie zelf die theologische obstakels heeft die modernisering in de weg staan. Ik heb niet dat gevoel alsof hij hier iets in de islam verklaart. Hij zegt eigenlijk alleen maar dat er een spanning is tussen de christelijke westerse wereld en de islam. Het is een beest die de moeite van het bevechten waard is, waardoor wij ineens ook eindelijk onze eigen decadentie enzovoort dus achter ons laten moeten, want we worden echt zwaar bedreigd en we moeten ons wapenen. Zij hebben een krijgsethiek en wij zijn consumentistisch bezig en wij moeten ook een krijgsethiek ontwikkelen, want we leven in een gevaarlijke wereld. Zoveel theorieën zijn er niet die recentelijk zijn geformuleerd en waar op grond waarvan twee oorlogen zijn gevoerd met een totaal bijna 1 miljoen doden. Wat dat betreft is die theorie ook een zendig succesvol geweest. Nou ja, maar het grappige is, dat wijst ook juist op de op het bizarre karakter. Ik bedoel, die oorlogen, dat waren wel ideologische conflicten. Dus ik bedoel, kijk eens, oorlogen worden om allerlei redenen gevoerd. Mm-hmm. En religie is er één van. Maar het idee dat religie de fundamentele verklarende factor is van de huidige tegenstelling, en dat religie verklaren kan waarom het in het Midden-Oosten zo verkeerd gaat, en dat je dat kan doen in abstractie van bijvoorbeeld het feit dat daar olie zit, of bijvoorbeeld hoe je statelijke instituties creëert en hoe je geweldsmonopolies op stand weet te brengen. En hoe belangrijk dat wel niet is voor zoiets als beschaving. Ja, meer dan religie. Ik ben helemaal met je eens, maar religie speelt ook een rol. De eerste oorlog na 9-11 die gevoerd werd, die ging om de wapens van massavernietiging. Die ging helemaal niet om de islam. Ja, dat was het excuus, dat was de reden. Dat was maar het werd islam. Nou, even terug naar iets bijzonders in de theorie. Die is zo toegankelijk en zo makkelijk te begrijpen dat zelfs politieke leiders het kunnen begrijpen, die normaal gesproken niet echt bedreven zijn in het lezen van boeken. Mensen zoals Bush en Dick Cheney. Maar je ziet ook dat die ontzettend goed wordt geoperationaliseerd door onze eigen huidige politici in Nederland. Wilders, die gebruikt ook het idee van de clash van beschavingen, de clash van culturen. Ik vind nu dat hij ook... Dat is toch rampzalig? Het rampzalige daarvan is, de heer Gasman had het erover, er zijn ecologische rampen die zich voltrekken. Mm-hmm. Er zijn vormen van misdaad die opkomen die een steeds sterker transnationaal karakter aannemen. Er zijn drugsoorlogen. Er zijn heel veel andere dingen waar we ons druk over moeten maken. Maar het lukt hem toch om behulp van die clash-gedachte, de behulp van de botsing van beschavingen-gedachte, al zijn programmapunten op de agenda te zetten als die massa-immigratie die moet worden tegengegaan, de islamisering die moet worden tegengegaan. Meneer Boekenstein? Kijk, ik heb een andere mening dan jij hierover. Ja. Ik ben iemand die in Amsterdam gestudeerd heeft, voor ik naar het buitenland ging. En toen had ik vrienden hier in de stad wonen en die woonden samen. En dat was geen enkel probleem. En als ik nu in Amsterdam kom, dan vertellen mensen mij dat nu Marokkaanse jongens homofiele stellen in elkaar slaan. Uh-huh. Nou, ik vind dat dus heel ernstig. En ik ben iemand die zich... Een probleem met Marokkaanse jongens. Ja, en daar zijn we het over eens. Ja, maar bij de luister, dan denk ik van, dat kan dus heel goed ook uit de Koran voortkomen. Ik ben iemand die dus ideeën serieus neemt. Hè. Ik ben de eerste om te erkennen dat het een bijbel is ook een probleem. Maar bedoelt u dat die Marokkaanse vandalen eerst de Koran lezen en die daarna gaan uitvoeren? Luister eens, als je naar zenders kijkt, die... Waar gewoon gezegd wordt dat het goed is om homofielen van flatsgebouwen te gooien. Als je naar zenders kijkt die elke dag zeggen dat 11 september door de Joden is gedaan. En dat betekent dus dat voor hen dus, dat is een idee reçu in deze kringen. Ja, maar het is toch net zo erg dat, ik bedoel, dat soort van idiote ideeën, die zijn net zo erg als het idiote idee waar veel Amerikanen in geloven, dat Obama een islamiet is. Toch? Dat is net zo idioot. Er circuleren dankzij internet allerlei verhalen die voor een deel versterkt worden. Het is steeds makkelijker om voor eigen parochie te spreken. Het is steeds makkelijker om te horen wat je wilt horen. En inderdaad circuleren dit soort van berichten in bepaalde kringen over homofilie die afschuwelijk zijn. Dat ben ik met je eens. Maar als je dat alleen aan godsdienst toewijdt en niet hebt over bijvoorbeeld de opkomst van internet en over informatiekanalen en over de invloed van de media, dan vind ik dat je heel erg verkeerd bezig bent. Maar wacht even, ik wil het even persoonlijk maken.
In de Soedan worden meisjes dus op 9-jarige leeftijd uitgehuwelijkd. Hè? Je kan ook naar de islam kijken. Als je daar gewoon heel eerlijk naar kijkt. Dat is een buitengewoon vrouw-onvriendelijke religie. Is het ook? Buitengewoon. En ik ben een man van het liberalisme. En ik vind dat je mag in dit land gewoon zeggen dat je vindt dat er een aantal aspecten van de islam je niet bevallen. En dat zijn dus de positie van vrouwen, homo's, afvallig en ongelovig. Maar ik heb zo het gevoel dat we dan de omgekeerde redenering gebruiken. Want ik kan bijvoorbeeld ook zeggen, in Zimbabwe worden veel kinderen uit de dorpen gekidnapt om in de diamantmijnen te gaan werken als kleine slaafjes. En daar hebben ze helemaal nooit gehoord van de islam. Moet je kijken hoe mensen in Noord-Korea behandeld worden. Wantoestanden in de wereld komen er overal voor. Maar dat ontken ik niet. Ik zeg alleen maar dat in de 19e eeuw mocht je gewoon over het christendom kritiek uiten, dan zei je van we moeten een historische interpretatie toe. Ik stel nu vast dat als je nu in islamitische kring een historische interpretatie van de Koran bepleit, dan kan je maar beter bewakers gaan uitzoeken. Mm. Dat is namelijk een hele, hele stoute gedachte. Dat is de wereld waarin wij leven en ik sluit mijn ogen daar niet voor. Nee, niet Goosblom. We hebben hier dus een wetenschappelijke theorie. Ja. En die geeft legitimering aan oorlogen niet alleen, maar ook aan hele rechtse partijen die bijvoorbeeld de immigratie beperken en die volgens sommigen dat leiden tot een tweede generatie. Maar dat is een van de problematische kanten van dit boek. Het is geschreven voor twee publieken. Het is geschreven met Hunting staat met één been in de wetenschap van de internationale betrekkingen. En hij staat met het andere been in het Pentagon in Washington. Hij is ook een beleidsadviseur. De strekking van dit boek is heel erg het beleid van de Amerikaanse regering beïnvloeden. En de boodschap is daar, jongens, jullie moeten opletten. Het Westen heeft zeer aan macht ingeboet over de laatste decennia. En vooral in de 21ste eeuw. Het dreigt allemaal nog verder in te krimpen, de macht van het Westen. En zeker van de Verenigde Staten. Daar moet wat aan gedaan worden. We moeten hier wakker geschud worden. En we moeten vooral zien dat er zijn een paar geduchte tegenstanders. En China is er één van. Maar vooral de islam. In eerste instantie is de islam. En dat waar de heer Boekenstein net naar verwees, dat is het laatste hoofdstuk. Daarin wordt een gruwelijk scenario geschetst van een derde wereldoorlog die zich afspeelt op het noordelijk halfrond. Waarbij Rusland gedwongen wordt om één lijn te gaan trekken met Europa, West-Europa en de Verenigde Staten. Tegen een coalitie van China en Japan en de moslimwereld. En wie spint daar garen bij deze hele ontwikkeling? Het zuidelijke halfrond. Dat is knap bedacht allemaal, hoor. Maar de algemene vraag, laatste vraag. Hebben we hier te maken met de wetenschappelijke theorie? Of hebben we hier te maken met een oorlogs? Is het een oorlogsideologie of een theorie? Nee, hij wil geen oorlog. Hij waarschuwt juist tegen het voeren van oorlog. Hij zegt ook. Hij heeft wel de basis staan van twee tamelijk grote. Dit is dan weer een sympathiek punt dat voortvloeit uit zijn hele beschouwing. Hij zegt, we moeten iedere cultuur maar in zijn eigen sop laten gaan koken. Niet mee bemoeien. Dus ook mensenrechten, als die geschonden worden, even door de vingers zien. Maar dat is veel beter dan in. Maar hij zegt ook dat het lokale gevolgen heeft. Het is een bunkermentaliteit. Wat een bunker? Een bunkermentaliteit. Nou, je trekt je terug in je eigen bunker. Mm-hmm. En je hebt het gevoel behalve dat dan, als het om je eigen land gaat, want dan hebben we nu de moslims in ons land. En dat is een andere beschaving. De bunker wordt nu van binnenuit ondermijnd. Dus moeten wij daar wat aan doen. Maar we moeten wel hem toe dan recht doen. Hij wil met name ook, de opdracht voor politici is om een clash of civilization te voorkomen. Het probleem is alleen dat het er wel aan zit te komen, dat het buitengewoon lastig zal worden. Maar dat beschouw ik overigens ook als voor mijzelf een opdracht. Wij moeten proberen, want namelijk helaas is het zo dat die culturele aspecten wel heel belangrijk zijn. Ja. In zekere zin gaan we dus terug naar de wereld van voor Westfalen. Hè? Waarbij de cultuur ook de doorslag. Maar dan in het klein. Maar dan toen was het in het klein en nu is het groot. En door de PVV voor de Clash of Civilizations van tijd tot tijd. Ik weet niet welke van de PVV dit ooit gelezen heeft. Maar wordt gewoon, de titel spreekt al aan. Maar laat ik het zo zeggen. Het wordt dan geciteerd en het is misschien onderdeel van beleid. Maar dat maakt het beleid des te betreurenswaardiger. Omdat er allerlei problemen op ons afkomen. Waar we blind voor zijn als we de hele wereld alleen maar in termen van een clash tussen civilizations, tussen beschavingen beschouwen. Maar dat neemt niet weg. En die blindheid is dramatisch. Dramatisch. Het is dramatisch. Joop Goosblom, Arend-Jan Boekenstein, Pieter Piekel-Haring, bedankt voor het gesprek. Volgende week is er weer een aflevering van ZOZ. Graag tot dan.